Maar kom je nog wat verder hoor. Veel yes. Succes, veel plezier. Yo. Succes. Yo. Ik kom niet weg. Stop. Oh, deze keer heb hem halen. Was dat de anti-stal dan? Ja, inderdaad. Oh jongens, ik dacht allemaal dingen. Ferrari Alvis, wat was je nu doen? Dat was een redelijke dive om ook nou, dat ik dan twee keer ik rende heel vroeg en ik kon er zo bij tussendoor slippen daar. Ja, het kost me alles nu. Ik wil restarten. Oh, die raakt mij dan! En dan ja. Fuck jongens! Oh jezus! Dat is echt knap. Ja, alleen maar buitenom en nog worden vanaf hier gegaan. Oh my god! Niemand uitgevallen toch? Nee. Oké. Okay. Laat elkaar leven jongens. Niet zoals die bul Niels bij mij deed, dat was echt ongelooflijk. Ja. Echt, ik heb nog nooit zoiets onsportiefs gezien. Heb je dat gezien bij Schumacher, wat hij deed bij Villeneuve? Er zit niks bij. Er zit echt niks bij. Had iemand wat bij de Formation Lab trouwens opgemerkt? Ja, dat had ik niet meegekomen, wat wel? Nee, de Formation Lab. Ik had geen fuel bij de Formation Lab. En ik begon al te zweten. En toen we gingen racen, toen had ik in één keer volle bak fuel. Ja, dat is een bug. Die had ik ook. Ik heb gewoon negeren. Ik heb zo vaak geplaced. Battery charge is high. Let's use that overtake button a bit more. Oh, hoes, mate. Dat is nu even niet de bedoeling, hè? Dat is een rij niet, hè? Ja, kan ik zeggen. Ja, dan ga je toch hard om recht te doen op de kop. Ja, ik hoorde net buiten de lijnen. Dat je hier mooi, kom. Kijk eens, Koos. Zit helemaal geen druk op. Nou. Je remt ook hier wat diep, dus... ik hoop vooral dat ik niemand er vanaf rij. Ja, gewoon rustig blijven. Ja. Ja. Vlam heb ik moeite genoeg met je bijhouden. Dus. Ja, maar Smash heeft altijd wel pace, hoor. Ja. Oh nee. Hij heeft een rijden. Dat valt van de kras heen. Ja, ik raakte daar de curb. Ik denk mijn banden zijn warm genoeg ervoor. Ja, die binnenkant moet je niet raken. Plompenkart zwijgen niet bij. Nee, maar dat heb ik hiervoor heb ik even een korte race gedaan. Dat was geen enkel probleem. Ja, ik heb zelfs mijn time trial als ik ze geraakt heb. Jezus! Lekker op gaan nu. Nee, jij blijft gaan. Die banden zijn zo fucking heet. Ik heb hier veel eindig. Die durf ik echt geen gas te geven op dat stuk altijd. Niet? Jawel. Zag je wat tussen mij en Koos gebeurt hier? Gaat nu weer gebeuren. Ja, dat is echt geen volgende dan. Dankjewel Blaz voor die blue flag. Ja, dan ben ik nu alweer het haasje. Wat dan niet? Hopping ben je. Ik kan lekker wat ENS sparen op deze manier. Iedereen op de soft, jongens. Ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Of niet? Ja, of niet. Ja, ik wou net zeggen. Ik zou lekker je bandjes sparen, niet zoveel mogelijk. Ja, dat doe ik ook. Gaat die hoor, smash met de broom, 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 ja, de switch back op Dreams. Traxie, hè? Oh, dan ben ik nog even flink in het oogje genomen. Oh, hij geeft me ook geen ruimte. Hij denkt, hij zoekt me eruit in ieder geval. Oh, vis. Oh jee. Daar is hij, hoor. Zo, dus je kunt die wilde. Zag je bijna inderdaad rechts erin plakken hier. Ik heb hier ook echt te weinig dank voor die bocht. Oh, het rode gevaar komt erop. Ik vind het zo raar dat je daar spinde over. Ik raak echt heel erg afgeleid door jouw. Over die curves?
En ik heb net niet die vertrouwen dat hij soft heeft, volgens mij. Ja. Yeah. Nou, daar ging het dan in zin. Kreeg je een cadeautje, jongens. Ik moest alleen het rood pakken, niet echt helemaal goed, maar... Ja. Hey, ik laat mijn camera even leven voor nu. Yo, toen dacht ik, ga je gewoon rechts op. Oké, okay, gap to the car ahead is 6.6 seconds. Kom op, bij Elvis, pak die smash. Oh. Ik dacht dat hij wegging. Ik hield hem nog. Oeh, dat ging Alvin bijna. Oh. Ik denk ik snij hem net zoals Sido die bocht mooi aan, maar... Nee, ja, dat is niet normaal. Die rijdt gewoon bij ons die overstoot op de pak. Even een beetje tempo maken. Moet je nu wel gas geven op die lolly, zeg jeetje. Oh, de bordjes weg. Bordjes weg. Pak bordje. Is het zo ver? Yep. Ja, hè? Tweede DRS. Ik zweer het je, mensen van het Express, dat kan haast niet anders. Is dat bocht 4 of zo? Hoe luk je dat? Ja, heel, vanaf heel breed proberen in te rennen waarschijnlijk. Niet dat heel chill moet zijn. Dat is lekker wel rondig gaan. Deze is het al vervaan, hoor. Ik spin wel van hem. Ja, en nu. Nu ging ik wel. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag. Ah, jongen, jongen. Maar dat was ook weer niet. Pas op, smash, jongen. Ga je nog niet bovenop hem? Ja, ik zat te kijken waar is wat er aan de hand. Ik reed iedereen gewoon bijna bovenop, Alvin. Ja. Ja, wat is dan wijsheid, hè? Ja. Ga ik op de band rijden. Hij is veel te vroeg om naar binnen. Eigenlijk wel, hè? Wat de fuck heb hij ineens een setup? Hier gaan we even kunnen halen. Ja, ik zie zoveel. Holy shit. Deze game is gek. Die van mij wil ineens naar drie keer soft en dan... Ja, dat zei ik ook. Soft, 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 medium. Wat? Ja, dat dus. Wat? Delta Pace is zo annoying, jongen. Daar moeten we gewoon een limiter van maken, man. We zijn het eigenlijk ook meer rijden, hoor. Wat zeg je? We zijn het eigenlijk ook meer rijden. Ik had het perfecte pitstop, Alvis. Jij niet? Ja, ik had het perfecte pitstop. Hij komt bij mij niet in beeld, dus ik weet het eigenlijk niet. Ah. Schijnbaar maakt dat toch een verschil. Ja, dat vind ik trouwens. Maakt niet uit. Ja. Je kunt het aan of uitzetten nou zelf. Ik denk misschien niet dat we uitstaan. Ik heb erop geoefend, maar ja, dat je daar nou echt op gaat winnen, laat ik niet voor. Ja, je kunt wel. Ik haal dat ook een keer iemand in. Ik kwam in ieder geval heel dicht. Het is 800ste verschil. Als je hem perfect uitvoert, is 2,2. En als je hem slecht uitvoert, is 3 seconden. Dat is echt wel leuk, dan kun je ook nog een keer, is er nog een kans dat je daar het verschil mee kunt maken. Ik vind het niet een hele moeilijke mechanic. Als je gewoon op safe speelt, dan verlies je maximaal 3 tienden. Wie had eigenlijk safety car voor, zeg? Ja, ik, maar dat sloeg helemaal nergens op, want ik spin het gras en ik kon gewoon doorrijden. Alleen ik tikte wel mooi mijn neus de muur aan. Hey, wel mooi weer aansluiten nu. Om die ja, ik kon mooi mijn neus even vervangen en zo. Dus, nu rijden wij natuurlijk op, wel vooraan, maar wel op oudere manier. Ja, zoveel verschil maakt dat niet uit. Die safety car was wel... Ik hoorde net uit een betrouwbare bron dat de drop of... Best hard. Ja, een betrouwbare bron.
Oké. Okay. Speelt de game veel, dus dan moet ik er gewoon op de gaten. Maak op maar geintje. Ik heb hem ook hoog zitten. Ik luister niet voor niks naar hem. Ah, ik heb al nog de optie open om op het einde nog een keer. Ik weet veel, maar een soft te gaan ofzo. Ik zit nu op de controller en dan heb ik nu voor het eerst dat ik zeg maar die adaptive triggers die werken nu in deze game. In die vorige game werkte het niet, dat is wel echt. Welke Alpine raakte mij bij bocht 2? Dat was zo weird! Ik was ik. Les denk ik dan, want smash hier even voor mij. Ik kan nergens maar in, ik zag helemaal niet goed. Maar ik bedoel, er zat ook niemand vlak achter mij. Ja, dat is links van mij wel alleen maar. Ik had VR, hij kan er even gelopen. Ah, oké. Okay. Kan je ook streamen, Blaise, want de camera op jezelf zetten. Ik wil wel zien hoe dat eruit ziet. Ja, hoe dat gaat. Hoe dat gewoon bij de weer gaat. Denk je, Jona? Ik hoop het, man. Er moet wel iets gebeuren, namelijk. 50 rondjes moet wel kunnen, maar je kunt altijd nog, als je denkt, ik voel me traag, kun je altijd nog gewoon de laatste 400. Ja, zeker. Dat is ook wel de optie nu op dit moment. Die Smash durf wel met zijn AI. De vorige keer dat ik dat deed, toen reed hij vol in Dannen gewoon. Gelijk kapot. Beetje vertrouwen hebben, hè, Jeff. Hey, ja, maar is er niet meer, dus. Mag een leuk spike in één keer blast van je 3 meter naar achteren? Oh my god. Lekker. You're lapping around a second faster than the car ahead. Keep this up. Oh. I'm trying. Ik dacht, laat hem maar gewoon voorbij. Je had niet heel veel keus, toch? Als ik nou uitblijf, dan zit jij in de gripbak, vriend. Als ik kon niet helemaal rechts was gegaan. Ja, dat kon niet, dat zat ik al. Toen nog niet. Toen ik dat had, kon ik niet zo zien. Oké, dankjewel. Graag gedaan, man. Wist je erop. Ja, ik was je gewoon netjes aan het inhalen, hoor. Ja, vervolgens raak je me nog aan met mijn rechtstuk. Oh. Huge moment van overstuur. Ik denk dat ik daar 50 meter bochtje ben gegaan. Dat kan omdat ik 100 meter bordje af heb. Ik zou net al 50 meter bordje in ieder geval. Ja, die rest een. Die tik aan. Ja. Komt dat ik wat te laat remde dat ik 100 meter bordje heb gekregen. Houd het vol, hè, jongens, die intense battles. Ja, jij kan ik uitlopen nu. Okay, the car behind is dropping back. We're seeing a gap starting to form. Wat druk hier hoor, Tonne. Ja, ik zie het. Heeft toch beter bordje ook weg? Ja, dat is steeds mooier.
vind ik net een verhaal ook. Dat ik krijg andere inputs ook uit hier, die wat? Het is net na een 100 meter bordje rem. Het is 70 meter zoet. Het 50 meter bordje heb je, of 500 meter bordje heb je niet echt aan een 100 meter rem. Nee, maar daarmee beredeneerde ik nog een beetje mijn 100 meter bordje net. Die is toch wel heel veel rear stability, hoor. Voor de hard? Ja, man. Nou, ik moet zeggen, ik heb nog niet echt race pace gedaan, dus ik heb geen idee wat ik ga doen. Nee, je kan niet. Ik heb in Grand Prix even 10 ronden op soft en na 10 ronden op medium. Dat is best een beetje. Loop ik bijna? Good job, nice overtake. Dat vind ik een nieuwe strategie, man. Oh, oh, kijk uit, jongens. Oh. Kijk uit. Iedereen nog heel? Nee, ik ben nog heel. Ik raak hier wel uit, maar ik zie niks in ieder geval nog. Gelukkig. Is echt net omheen. Wat gebeurt, jongens? Met de positie kwijt, volgens mij. Ja, sorry, Koos. Kom ook niet meer aan de kant, helaas. Nee, dat is Mini Express. Ja, ik heb gedaan, Niels. Dan moet ik hem gewoon maar weer pakken, hè? Snel die 1 seconde uit, dan daardoor won ik in één keer heel snel. Ah, dat is niet fijn. Nee! Gaat er nog één? Ik wist je net te ontwijken. Oh, wow! In één keer stond hij recht voor mijn neus! Ja, dat was één. Is een vertrek. Dat is echt zo eng is dat. Ik dacht dat het wel veilig was om 3 stappen, ja. Oh my god, je zat echt in één keer in me. Ben je voor mij eerst wel een paar seconden gekomen. Ja, maar ik zie je alleen gewoon iets in één keer. Nee, ik weet het, het is vooral de schrik. Jammer, Lizzie, dat lukt direct niet. Ja, door al die gele vlag kwam ik eens in de buurt. Ja, precies. Daardoor ging ik allemaal een beetje voor die bol. Ja. Ik rijd gewoon door, hoor. Ik rijd mezelf maar dood. Ja, precies. Ik ga je inhalen. Maar dat gat met de haas is enorm trouwens, hoor. Ja. Die is 2 keer gespint achter. Track limits! Ja. Ik zie iemand bocht 1 doorheen knallen, hé. Ah, Smeet deed er ook een keer bij, joh. Was het bocht 3? Nee, ik ga gewoon door, hè. Oh.
currently trailing our teammate by 3.5 seconds. Zie je hem dan? Ik heb die snelste ronde van Smee. Ik heb een paar keer dat ik eerst nog te hard inging. Ja, ik ben het ook één keer doen. En dat ik dan op exit, dat ik op exit bijna ga, dan moet ik echt van even helemaal mijn gas opzetten. Als je op het broodje komt, dan glij je ook een soort van half. Wat wil je dit over het broodje heen? Dus je moet vooral niet over het broodje heen komen, dan word je gewoon gebeached op die curve. Ja. Als je dan gas kan proberen te geven, dan kom je soms raak tot één van je twee wielen maar de grond of zo en dan. Track limit! Track limit! Yes, Jeff! Worden niet gerespecteerd! You need to stop cutting the track! You're gonna get a penalty! The stewards are not happy with your interpretation of track limit. Serieus. Okay, wel zonde. Je schade of niet? Nee, volgens mij niet. Nee. Net, ja, ik liet genoeg ruimte. Ja, ik zag het. Roos gaat de pits in, dus ik ga er naar rechts uit. Aan mijn minim, op mijn softset een beetje oud hebben gehad. De softset er van ver op zijn nu, of niet? Ja. Heb je al een keer gepit dan? Heb je gepit tijdens de... Ja, één keer, om de safety kant, want het kwam door mij, ik moest een nieuwe noot. Dan valt er nog wel mee als softset. Ik valt niet van de vrienden om uit te geven. Ja, maar ze zijn nu op 29%. Ja, voor mij is mijn mediums rond de 25. Ik moet tot rondje 30.
ik doe het nou niet door zin. Klep along, als ik rood vuiltje zie, dan weet ik dat ik nog rij moet nemen. Ja, ik weet door de volgende ronde dat die band het niet fijn vindt, dus ik kon er niet naast worden. Ga ik er niet afrijden. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Well done. Gap ahead is 6.6 seconds. Ik heb stond ik echt op plek. Nee, een stranger die voor mij. Want jullie stonden alle twee stil. Nee, ik heb niet stilgestaan, maar. Oké. Ik moest wel even aan de kant voor staan. Ik kom even wat water op mijn gat. Yep. Ooh.
car in front is 6.9 seconds. Van links, stranger. Ja, dank u. Is er iets gebeurd, Smash? Ik kon te glijden en toen kon ik hem nog net houden, maar als ik altijd weer weg alweer. Er is wat een aantal rondes de vlak achter. Niet lekker. Ja, ik had echt zoiets van kut DRS. Ja, dat sleep je wel door zo'n ronde heen hoor, DRS hier. Ja, ik reed elke keer weg, maar elke keer niet uit de seconde, want die seconde kan die zo snel dichten, weet je wel. Nee, daarom, je hebt echt heel veel voor. Die DRS was ook wel net met DRS precies aan het spelen. Waarom? Je wil gewoon net binnen die seconde blijven, want dan... Ik had op een gegeven moment weer 30% over. Ben je gewoon, ik raak helemaal lekker acht. Je bent zo 18, denk ik, op dat rondje. Als je de DRS hebt, ja, dat zeker. Waar vond je voor een beetje oud? Jij hebt gepit of niet, Alves, tijdens de... Ja, ik ben gepit. Voor mij zijn vanaf het begin van de race. Ja, 27 uur is het medium, zo. Nou, dat is prima te doen, hoor. Ja, dat wel, hoor. 7, ik heb niet kritiek aware, dus ik zit bij goed zeggen. Ah, safety car zorgt ervoor dat je kunt gaan pitten. Ja, ik heb toch die rondjes die je dan toch kunt rijden op rood, die kun je sparen tijdens de safety car. Uiteindelijk pakte je het heel slecht voor me uit, want ieder had de track position en je kon het gewoon weg. Dus het is eigenlijk goed voor te pitten, want die ronde extra met die rode band maakt toch niet veel uit. Oh, dat was het 50 meter bordje bij Pop 1. Tuurlijk, rij jij ze allemaal eraf. Lekker bezig, Nieuws. Nee, hij was weg. Ik heb hem teruggezet. Ja, ik heb hem teruggezet, ja. Nee, ik verred me een beetje daardoor. Thanks, Blast. Toch bij die bocht is voor mij de 50 meter bocht toch wel handig. Maar als er nu nog een safety car komt, gooit daar weer alles over op. Nou, dat hou je altijd, hè. Gewoon niemand krijgt, dat is alles goed. Oké. Oh ho ho. Wat hebben we toen? Ja, ik ging vol op het gas op het broodje, dat was niet zo. Oh. Ja, ik zie je, je had iets van 4 seconden en ik sta ineens echt plafond. Ik heb hem ook gewoon volledig. Oh, ik moet bordjes missen bij bordjes. Dat is toch een redder, hè? Ja, die is er ook wel een beetje lekker kant aan. Kijk of een ander puntje daar is. Dank je. Het is voor mij nu wel een beetje vol iets aan de 100 euro. Ja, dat had ik ook, hoor. Kijken waar je precies een beetje kan remmen. Ja, ik heb nu een groen doek voor me, dus... Een beetje uitkijken. En bij die andere bocht doe ik het gewoon rond die, wat is dat, die vlag, zeg maar die vlaggen in die kater. Zie de broodje. Als je denkt ik ga bocht 1 niet halen, kun je beter rechtuit sturen. Ja, toen heb ik er heel mijn exit weer voor het broodje gekomen. Ik vind de droppel wel meevallen, maar ik zie in het begin reden dat het goed was. Ja. Ik rijd nog steeds binnen 14e van mijn... Nou, ik vind het wel redelijk zenuwachtig geworden nu hoor, die bandjes. Rij jij ook sinds de start nog op? Ja, ik rijd nog altijd op die... Ja, ja, ik ook. Gewoon verschrikt op die manier. Maar ik ga nu naar binnen. Ik volgende rond.
Ik dacht dat we op knopje moesten drukken voor naar binnen te rijden. En te sturen. Ja, bij het insturen, maar dat kun je aan, kun je voor maar per persoon zelf aan. Ja, waarschijnlijk doe je dat zelf uitstellen. Ja, maar okay. Alvis had hem uit en ik had hem aan. En ik zat voor Alvis naar de pitstop. Ja, dus heeft wel functie. Als je hem kun je er wel tijd mee winnen. Ja. Maar ja. Het voordeel is, je kunt, als je hem uitzet, dan is het heel veel tijd. Ik zag niet welk knopje dat ik moest indrukken. Ah. Ja, knopje 6, maar ja, moet je weten wat het is. Dat was bij mij in ieder geval. Ja, bij mij is het knopje 1. Oh. Oh. Ja, toevallig. Knopje 1, maar... Voor mij was het knopje 3. Hier, heb je het al. Komt wel makkelijk te halen. Ik drukte echt toevallig goed. Ik heb echt geen idee welk knopje 3 was namelijk. Nu weet ik het wel. Was je gebeurd, Niels? Spin. Hoi. Wat de vlees is in een strandkruis. Veel logisch. Ik ga er ook naar binnen, dus dan weet je. Handje op, of hè? Kom. Ik raak je die binnenkant curb. Oké. Hier zijn mijn bandjes wel daardoor een beetje vervelend aan het doen. Die zijn nu helemaal qua temperatuur helemaal kut. Ja, ik zag het gelijk. Nou, dan ben je echt gewoon een beetje spoel kwijt en dan kun je daar nog veel tijd. Had ik het naar binnen, Niels, nu, of? Ja, ik ga nu naar binnen. Oké, dan hou ik er rekening mee. Dan weet ik voor die bocht dat dat gevaarlijk is. Die is ook dicht achter elkaar. Zo. Ja. Ik spin en daar gaan we. Ja, ik stond dus van bijna 7 minuten los, maar dat was wel een beetje... Was even spannend. Ja, ik heb elke keer bij deze, vooral bij die vorige bocht, dan merk ik dat je daar echt veel sneller bent. Maar ik was wel blij dat ik hem met al mijn kunsten vliegen... Oh, godver. Hier dan? Nee, ik had iets dat ik de pit assist, pit release assist had ik uitstaan, dus ik moest me wegrijden. En toen, ik was net op het. Ah, godver, dat heb ik gewoon tijd aan verloren. Vind ik niet erg. Zo aardig die kozen. Aardig die jongen. Voor mij zijn ze 70 graden als ik naar buiten kom, die haak. Ja, mij is was wel zoiets. Okay. Ja. Kijk uit, ik ga er voor langs. Penalty. Lekker. Ik mag heel flink aankomen, dus ik ging al een beetje naar buiten. Ik denk nou... Ja, ik dacht ik pak die penalty maar, anders dan rijd ik je vol van de baan ook. Dat is ook niet de bedoeling. Op welke band ga ik heen, Koos? Hier nou? Ik rijd op deze band. Ik denk dat ik hem uitrijd misschien als het lukt. Op wiet uiteraard, oké. Ja. Oké. Ik heb Bart gestart op... Rood. Oké. Oké. Okay. Even doorknallen. Wat maar die smash. Ja, maar smash moet ook denk ik nog naar huis. Daar word ik niet zo blij van. De bandjes op smash. Waar ben je op gestart dan? Mediums. Ik denk, oh ik pak zo gewoon mijn tweede medium setje. Ja. Is die er niet? Nee. Oh. Ik dacht wel, heel veel van die mensen gaan nu soft medium medium doen, maar dat kan dus niet. Nee? Nee, dat had ik bij de vorige track ook al. Had ik ook maar een keer medium. Ik denk ook kut. Ook een pak. Maar voor de race maar één setje medium. En om dan help uit door te rijden nog lang op die mediums? Ik weet het niet. Ik kan niet dat soms wisselen, denk ik. Ik ben flink wat tijd aan het verliezen, maar... Ja, maar ik loop ook te klooien. Ik heb ook mee gekloord, dus dat kun je uit die schermen gaan. Maar de voorbereiding kan in ieder geval niet lekker smaak. Nee, dat is geweest. Ach, gewoon volgende rechtstuk blijft. Kom maar rij, ook aan de kant, gewoon aan de kant. Ja. Nou ja, ik kan hier niet 20 rondjes op doorrijden, man. Nee, ik zou gewoon naar binnen rijden, want die komt vooral. Ik zou nu hard pakken, dan... Dan weet ik in ieder geval vaker tot het einde van de race aan toe ben. Ja. En misschien kan ik nog een keer naar soft, zelfs er wat gebeurt.
Nou, omdat dat heb ik ook een beetje in mijn hoofd. Ik kan nu altijd nog naar software zitten. En ik was gewoon bij een bouwer. Dat scheelt mij weer die vernedering, dat Niels me zo in nou. Dat moet je nog terugpakken voor die keertje met tijdens de 70 jaar in aanhoud. Ik kan alleen Smashy met dat soort dingen wegkomt, hè? Zeker. Tuurlijk. Smashy ook, nou, ik moet zeggen, Smashy is ook de enige die nou, daarna werd ik nog genaaid op Imola, hoor. Dus maak je maar geen zorgen. Ah, nee. Jij kwam er toen ook mee weg, bij mij. Ja, maar daarna werd ik genaaid, dus ja. Ja, karma. Ik zei al, Smashy is ook wel de enige die dat soort dingen gaat proberen. Ja, tuurlijk. Vooral als net op het momentje maken. Proberen te pakken. Elke abuse die mee kan pakken. Uit, zeg je? Jij rijdt uit, of niet? Uit? Uitrijden, gewoon op deze band. Ja, ja, dat probeer ik wel, ja. Mag ik even gaan trappen? Ah, je hebt wel veel meer pace, hoor. Meer dan bang ben voor een... Oké, klopje ook gevonden, in orde. Lekker. Oeh! Nee! Kwaad aan mijn kop! Er gebeuren allemaal geile dingen in de Ferrari pitbox. Wat voor een servicebeurt is dit? Hij lacht een hele oh, heb je dat al? Hoe kan het nu? Best een stofzuiger daar bij die Ferrari, hè? Ik raak wel bijna langs de wegen. Dan begin ik te schreeuwen. Ik denk al, wat krijgen we nou? Dat kan tegen die twee Ferrari. Wat doet hij nu? Kom op, ben ik kansen meteen. Ja, maar de deze kan dan de pitbox zo'n Ferrari op Franco Show. Thanks, plus. Heel leuk, heel af. En volgende week Spa. 24 uur, e-sport. Ik geloof het allemaal. Ik heb geen idee. Volgende week al. Ja, hoe heet het? Maar volgende week hebben we ook de 4 uur van Le Mans. Fijn te sprengen. Yep. Moet lukken de kosten uitrijden? Ja, misschien wel. Want ik probeer nu meer even te kopen dat hij niet met een 70 car voor me kan komen. Nee, geen 70 car niet meer, hè. Dat kan niet, hè. Ja, de vervelend zijn verkozen, denk ik. Ja, dan ga ik gewoon naar... Ik heb altijd nog een alternatieve strategie. Ja, nieuwe mediums heb ik nog. En, maar nieuwe soft. Oh. Er ook, ja, nu is het nog... Ik denk dat het nu nog net wat goed is. Ja, zeker. Maar mediums kun je nu al uitrijden. Bij Skate was er ook een safety car. En er was iemand die op wit gegaan was. Voor de safety car. En ik ging over op rood. En het duurde echt heel lang voordat ik hem kon inhalen, hè, met de rode band. Hard, dus het is een gokje. Dat is een redelijke band. Niet zoals bij Silverstone. Bij Silverstone vond ik de hard echt verschrikkelijk rijden. Ja, klopt, ja. Nou, maar ik was ook een beetje verbaasd toen Raymond zei hard, maar hier gaat hij best wel. Ik heb alleen zelf de pace niet meer. Ik hoop je meer pace dan de rest van de stad. Niels Redwig. Ja, maar voorheen was dit altijd mijn favo circuit, man. Ik vind het ook wel een fijn circuit. Maar je moet hem nu toch ook weer regelmatig opvangen. Dat ik daar normaal gesproken geen last van heb.
Nou, dan, dat was het. Ja, je legde dan netjes binnen de seconde. Ja, mijn bandje begon nog steeds meer te maken, maar met die DRS kon ik elke keer net aanhaken, maar... Nu is het klaar en uit. Ja, ja, dat heb ik niet minimaal. Oh man, dat was pas fire! Je had er helemaal niet langs moeten laten. Pak je wel aan. Oeps. Fly, go back. Ik zit niet meer lekker. Iedereen rijdt nog op, dus... Ja, Niels, we weten het. Dat op hard, jongens. Dat op hard. Oh, lekker, lekker. Die hard zijn prima, toch? Dat zijn echt prima. Ik rijd nog niet lang op, dus ik weet niet hoe ik hem achter maak. Mm-hmm. Ik rijd er al... Ik had niet de warm-up issues die ik bijvoorbeeld had bij de hards op Silverstone. En geef van ook al wel genoeg grip dat je van bochten normaal kunt in. Ja, ik kon niet met het volk op de hards toen ik op geel zette op Silverstone. Ja, de hards van Silverstone. Toen zat jij inderdaad, startte jij op de mediums en jij had veel oudere mediums, zodat ik nieuwere hards had. Maar ik kon je eigenlijk niet. Ik heb het toen wel ingehaald, maar ik reed niet weg. Nee, dat klopt. Ik zat altijd op een seconde. Maar de hard van Silverstone zijn andere dan de hard van hier. Ja, nee, dat niet. Maar ik weet niet of dat in de game zit. Nu precies tussen de twee verhuizen. Hier is 5 seconden achter Koos. 5 seconden voor al. Pas op, pas op, pas op, ja. Thanks. Ik zag je. Green flag. Oh, ik kwam dat gele broodje en toen, ja, dat ging niet. Ja, dan ben je aan het glijden. Ja. Dan moet je eigenlijk gewoon je gas van volledig loslaten en dan hoop dat je het af te rijden. Nee, daar ging niet meer. Dus het is gewoon Tony Hawk Pro Skater daar, hoor. Ja, dat ging niet ook klaar. Aan het grind op je bodem, vlees. Niet skate voor je. Ja. Dat begon je weer even, hè. Zeg je? Wordt het nu even? Ja. Dat wel.
Nou, ik ook al wel zitten die plek achter hem, maar dan moet hij ook eerst in de buurt komen. Dat is jouw probleem als je penalty krijgt. Ja, maar hij zegt het in de bocht, maar dat is gewoon bij de aanrem. Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ja, dat was het beste, want toen was hij in de buurt. Oh, hij zit al op de seconde. Oei, oei. Wat? Niet helemaal, maar. Oh, bij mij? Ja. Dat zei toch? Dat ze er even uit hoor, Niels. DRS, hè? Ja, nu is het aan het stampen. Ja, maar dat doe je nog toen je ook een stukje achter mij zat, Niels. Dat is de DRS. Ja, nee, maar de stukje dat ik nog achter jou zat, was alleen maar DRS-stukken. Dus dat, ja. Dat heb ik alleen maar voordeel van. Thank you.
eraan hebt, Leef? Nee, ik heb op de tweede kant. Een gevecht doen we hier voorop. Nou, mooi hè? Ja. Hij is veel sneller, maar je krijgt geen cadeau. Het is slechts een kwestie van tijd, ben ik bang. Okay, clear. Dat is wel. Heb je gezien hoor, Alvast? Ja, geen probleem. Ik zit er nog achter. Ja, maar ze zijn heel streng hè, met ophouden. Nou, net doet hij al, Alvast. Hij doet een hele ronde achter mij, hè. Dus, hij heeft ook een boomer. Ja, maar het is maar omdat je dan 5 seconden krijgt. Ik heb het bij de race bij skate in de dingen ook gehad. Trekken me de hele tijd mee, die jongens. Dus, Mag ik er nu voorbij? Jo, ik hou rechts aan, ja? Ja, dank u wel. Kijk, dan krijg ik voor jou weer DRS. Dus, Oh, kut, ik doe mijn DRS. Ja, dat zou ik wel doen daar. Oh, touché. Ik kan letterlijk niet zien waar je bent, man. Ja, dat ziet er niet. Gaat clean. Nee, ik kan ook. Gaat zich ermee bemoeien. Mag ik beter mensen laten leven. Nu mijn incident van vorige keer, Koos, was net hetzelfde. Ja, ik kan hem echt niet zien daar. Ik ook niet. Ja, je hebt de pijlen maar niet stoppen op een gegeven moment, toch? Okay, be careful. Bij mij hielden de pijlen op, terwijl dat hij er nog helemaal zat. Ja, klopt. Dan is hij echt in een hoek en dan werkt het. Ja, klasse deals. Jullie battle is Alvis wel bij jullie. Dus, ja, maar het was wel genieten, moet ik zeggen hoor. Voor mij althans. Vinden jij hetzelfde? Ja, ik vond het ook leuk. Zweten, maar ik had heel weinig ergens. Nou, er waren wel een paar hachelijke momenten zat er ook bij. Toen ik in die derde sector aan de binnenkant zat, dacht ik, nou, ik geef hem maar gewoon op, want
Ja, dat zag ik inderdaad. Volgende mezelf. Ja, dat had ik wel in de gaten, ja. Redden wat het redden wel. Ja. Smash. Ja, de koele kan wat tijd pinnen zitten, maar hij ligt een halve tik. The pace is strong, but be aware, these tires need to go the distance. Nou, ik voel me bijna tegen, maar ik heb niet helemaal. Ik heb hem niet jinxen, Blaise, maar het gaat de kant op. Ja. Nu nog Blaise op puntjes. Ik heb nog niet berekend hoeveel 80% is, maar wat is het? Ah, het is wel bijna zover, denk ik hoor. Je bent er wel bijna. Haal er eens 14 ronden vanaf, van die 71. 57. Ja, 57. Dus je bent er bijna. Ik ga bijna parkeren, Blaise. Ja, ja. Met 4 rondjes en je kan hem parkeren. Pas op, een stranger. Ik ook. Ik kan het niet doen. Zie je beeld? Ja, weet ik. Dank u. Yep. Ja, ik heb nog eens een setje rood klaar staan. Ik weet nog wat het te halen valt. Ik zou niet zomaar... Ik ook, maar ik weet niet of ik ga pitten. Kost me te veel tijd. Een seconde op 15 is het bestelde. Het is niet een lange pitstop hier, nee. Mercedes smash het... Ik ben 1,9 van achter me, dus. En als je pit en je doet het in paars, dan heb je met je nieuwe banden echt gewoon een voordeel. Ik moet als Mercedes moet twee Ferrari's hier afhouden. Maar die gaan toch met elkaar battelen in een sportkeer? Nee. Ik hou het zo nu. Nee, geen Leclerc Sainz. Ik kan Niels ook niet volgen, vechten. Dus Ja, maar je kan mij wel inhalen. Gewoon Op je battles. Zodat je gewoon niet domme dingen doet, dan kun je gewoon prima battles. Ja. Dus als je motor ploft, dan moet je een goede plek parkeren. Ergens op de heuvel. Heb je blokjes bij je? Echt die zet hij wat op zo'n dus heuvel op zo'n kutplek. Ja, hij heeft echt de greet in, dan staat hij gewoon vast. Ik ga je er binnen alvast. Ja, what the fuck? Ja. Ja, lekker hoor. AI. Dan een rechte stuk is voor jou hoor. Ja, ik moet er eens een buitje te komen, want Ja, ik weet niet, misschien halen. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Ik door die 2-3 spinnings die ik had en mijn wing damage schrijf nu toch. Dat weet ik wel zeker, Sander. Dat weet ik wel zeker. Oké, stay clear of the white line on the exit. De haast en de dangerous driving if you cross onto the track. Nee, spinning bijna dan. Ja, iets met een broodje daar dan. Oh, Sander. Zie je dit? Oh! Ik ben er zin in dit nou tegenaan. Nee. Het leek zo in mijn achterspiegel. Ik reed er bijna tegenaan. Oh, reed je daar? Oh, je bent gepit. En een pit geweest. Ja. Oh, oké. Oh, zo'n obedience. Nee, dat is soft. Los. Oh. Helemaal banden eigenlijk, helemaal weg. Jezus. Even één spinnetje. Die tijden gekozen gaat aan. Nee, ik heb niet de pace vandaag, dus ik denk niet dat ik de dingen ga aanvallen in snelste rondetijd. Hallo? En ik heb ook geen DRS. Ja, dus ik dacht meer dat je zo snel dichterbij gekomen dat ik op de hard ging. Oh. Dat denk ik niet, maar nee, 20 seconden mag ik. Ik kom niet eens in de buurt bij Alves, denk ik hoor.
moeten wel achteruit kijken. Ja, wie weet. Niet door het gras gaan rijden. Ja, dat vind ik prima. Ik zou nu zoveel verder losrijden van Alphen dat ik en niet gespind was. En ik reed ook al 6 seconden los toen ik achter Koza kwam. En nadat ik Koza voorbij was, was dat gat nog maar een seconde tussen mij en Alphen. Kijk, hey, niet Koza, bedoel. Ja, op slot. Ja, nou, top. Er is toch een puntje erbij. Is het zeker. Yellow flag. Oké, okay, gap ahead is 16.4 seconds. Kan de grootste fout in mijn historie worden? Zeg je? Zeg, dit kan de grootste fout in mijn historie worden. Wat dan? Oh shit! Dan nu in de pit. Dan heb je wel lef, ja. Why? Ik denk dat ik snel genoeg ben om alles van te kunnen. Oké. Maar je weet dat als je van buiten was gebleven, dat je sowieso snel genoeg was. Ja, maar nu kan ik in principe nog theoretisch nog een extra puntje hebben. Oké. Wordt dit een Ferrari blunder strategie dan, maar dat moet ik zeggen. Ik moet even erbij laten. Kom maar, streetje! Oh my ja, god, ik zie je! Ik zie je! Ja! Maar dit, dit kost me zoveel seconden, man! Ja, ik probeer ook de goede bocht te pakken! Ja, maar je moet gewoon van je gas afgaan! Oh man! Ik probeer bij Niels in de DRS te komen! Oh, fuck, jongen! Nou, dat gaat nu niet meer lukken. Kutzooi. Hey, dat komt er nog even. Nou, daar komt Niels zo wel overheen, hoor. Ongetwijfeld. Als je DRS nog hebt. Kutzooi. Wie zit er eigenlijk achter mij? Ik? Nee hoor. Ik maar ik zit op de SOS. Maar ik blijf achter jou, normaal gesproken. Dan zijn anderen veel beter, Jeanne. Als je me even 30 seconden ophoudt, dan heb ik het. Ja, sorry, dat komt ook. Ik kan u nu niet meer voorbij laten. Nee, dat snap ik. Oké. Ik had ook al voor die snelste ronde wat afstand gelaten. Alvis? Oké. Vechten voor die overwinning, hè? Hé, dat is meer van de CDC die afpakken, hè? Deze is Hamilton tegen Verstappen. Wie tegen Rood?
Ja, maar wel met een gigantisch gat, dus kom op, jongen. Ik kom in de ronde. Ga mijn best doen. Nog 11 rondes. Dank je. Nog 10. Nog 10. Als je straks DRS nodig hebt, hey, al moet je dan moet je wegwerken. Ja, nou, dat is die al. Wauw, een angels. Ja, Niels, dat is gewoon vier, niet leuk, hè? Ik heb een 400, ik heb een 400 achter me weten te houden, hè? Dat kan jij ook. Kom op, boy. Ja, doe mijn best. Je bent ook trappen. Maar zijn bandjes gaan rapper aan dan die van mij? Ja, dat weet ik. Ah, hij komt wel heel hard dichterbij, hoor. Ja, maar ja, als het hem lukt, zo wat ik deed, dan redt hij dat wel, hoor. Ja, maar dat was wiet tegen wiet. Ja, dat klopt. Ik heb een hondenbordje weggereden. Ja, dat zat ik net ook al. Ik denk, god, zal me. Ah, rechts zat er ook nog eentje. Maak even meer een challenge in, zeg ik. Ja. Oh, ik weet nog wel, ik nog remmen, dus dat scheelt, maar ik zat inderdaad op dek, hè? Dat is mijn bord, hè? Nog 2 seconden. You're pulling out a second a lap on the car behind. Really good stuff. Mijn beste vrienden wordt gewoon. Hey, iemand heeft tactisch al die bordjes weggereden. Die had wijzelijk zijn mond de hele tijd. Kom eens, Smees. Ik heb de eentje gedaan. Ik heb het 50 meter bordje bij de laatste bordje. Nee, die is... Ah, tot rechts. Oh, niet de bordjes eraf rijden dan, hè? Ja, ik moet over het gras heen. Ik steek met mijn oor af. Ja, ik zat weer een bordje weg hier. Dus. Ademen. Kom op. Ben jij dat Bles achter mij? Ja. Okay. Ik zie je twee gekken daar rijden, ik wil wel dat je aan de kant gaat. Pronto. Oh, nu is het middels op 100 meter bordje. Ik ga voor mijn dak. Maar Niels, jij dacht ik heb de snelste ronde niemand anders wacht, maar ik rijd de bordjes weg. Ik heb een enige bordje willen bordjes nikken weg, ja. Met een van de smeerlap zijn die niet klaar. Ah, je mag wel proberen misschien snelste ronde af te gaan. Ik ga dat wel een poging doen, maar zonder die bordjes wordt het wel moeilijk, moet ik zeggen. Ik weet niet wat je kwaliteit was. Ja, deze kan jij op jouw konto schrijven voor 50%, hoor. Fuck! Hallo, Blair? Ja, ik heb er langs. Pak je binnen de bocht, man. Ja, god, ga gewoon van die racelijn af, joh! Oh, de tering, zeg. Jongens, blauwe vlag is gewoon van de racelijn, hè? Dat lijkt me toch heel duidelijk. Ja, maar ik weet ook helemaal in de bocht, dat weet ik niet. Oké, gaps on the car ahead is 6.8 seconds. Nee,
managing your tyres, manage your tyres. Maar ook aan Stranger. Caution, caution. Green flag. Water strong. Dank u wel voor je follow. Wel visje kan het, jongen. Ah, hij zit op anderhalf al. Dat voel ik niet. Zo, je kan het. Wat ik zeg, vier rondes achter jou, je hebt hem. Ah, daar is hij al. Pas op, dat kan hij niet, pas op, pas op! Ik ging aan de kant voor jou af, is hij? Ik zie hem, ik zie hem al. Blauw vlag, jongens, blauw vlag. Ja, hij is er voorbij, ik kon niks doen. Altijd maakt een fout, dus hij stond bijna helemaal stil op die curb daar. Hè. Jongen. Nou, inlever die plek dan maar, Alvis. Hij kan er niks aan doen, die bandjes ook, hè. Svetje, kom links, hij. Dankjewel. Ja. Svetje, kom rechts. Ik ben heel blij met mijn achterspiegeltje. Ik ben heel blij met mijn achterspiegeltje. Ja, hè? Ja. Wat ik al. Our gap to the current front is 8.4 seconds. Oh, dat staat nog erbij. Ja. Oh, maar had deze gewoon kunnen winnen, man. We gaan het proberen. Ging niet. Ja. Helemaal aan een dikke been. Dat zit hem bijna wel. Wil je ook speed? Ik heb mezelf wel even wat extra werk verzorgd. Ja, ik wou het zeggen, jongen. Wat een begon. Maar ja, het is je geluk, dus... In de achtergrond zie ik iemand daar afspinnen. Ik ging heel wijd. Ik moet alles wat voor niks over. Ik ga die recording nog even leuk doen. Oké, clear. Ah.
onbegonnen werk. Vond een foutje voelde ik nog niet zeker hoor, Alvis. Ja, je rijdt al 2 seconden weg op 1,5 ronde tijd door het uittaxaderen hier op de banden. Ik kan niet volgen. Hij zat zo lang achter me. Gewoon, je moet een beetje dreigen, doe een beetje slingeren zo. Hutje, kree. Was het ook iets andere steeks. Dat was misschien wel iets agressiever geweest dan bij Alvis. En dan gaat hij naar binnen, laat ik hem belang. Ah, ik hoef maar 8,3 seconden dicht te rijden. Dat komt wel goed. Ik moet niet zo de bochten gaan maken. Oh, net glijdt hij bij mij ook weg. Ja, als ik uit de brood kom, dan ben ik gelijk al, tenminste kan ik hem gelijk oppakken. Dus het is een beetje. Laatste ronde. Ja, dan niet. Ah, zo. Is het Niels? Dat is niet te doen. Nee! Kom op! Kan niet! Oh, ik zie dat het dan en Splash ook het verspringen. Ik heb het nou, is het echt. Let's go! Niels, gefeliciteerd man! Klasse gereden man! Ik heb het mezelf net wat te moeilijk gemaakt, uiteindelijk van niks. Maar... Ja, hij wel. Sorry, niet vriend, je hebt hem de snelste ronde. Nee, die Koen heb ik shit. Lekker voor je. Yes, negende. Altijd van die mensen die dan nog net in de top 10 rijden, die dan gewoon toch niks meer kunnen verliezen, gaan die dan weer gaan pitten. Gadverdomme. Nee. Ik was Stranger nog met de pitstrategie niet ingehaald. Ik hoefde niet naar achteren te kijken. Is er een ronde neerzetten? Maar het schaaf hem op gele banden! Tijdens de snelste ronde, gewoon een penalty gepakt hier. Kun je zelf instellen, hè? Yo! Ik heb weer blaren op mijn duim. Lekker wel. Godsamme. Maar ik dacht dat zij gewoon... zijn nog maar 10 rondes, dus dan pak ze wel een rode band. Driver of the day! Gefeliciteerd, Toos. Ik ben achteraan gestart. En ik ben gespind. Dus ik ben op zich wel tevreden. Woe, ja, zeker. Engineer of the day. Thank you. Thank you. Mwah. Deze overwinning is net zo'n overwinning voor jou, hoor. Pessimistic. Dankjewel. High five. Bam. Woe. Jij rijdt onder de internationale vlag, Niels. Is dit voor een boerenprotest? Lekker deze post. Dat ik er nog niet naar gekeken heb, dus... Net, hè. 2000ste die smerige raccoon door. Ja, lekker. Pessimistic, dankjewel jongen. Appreciate it. Ja, ik had die ronde wordt helemaal teruggekeken, hè? Die ronde wordt helemaal teruggekeken. Oh. Nou, dan ben ik benieuwd hoe dat afloopt. Maar ik maakte nog een foutje, dus ik was bang dat het niet genoeg was.